Bij kampioenschap hoort natuurlijk een goede trainer. En een goede trainer heeft PSV. Philippe Cocu. Laat verliep maar gaan. Er waren vorig jaar mensen die twijfelen aan zijn kwaliteit. omdat ze een inzinking hadden. Philippe Cocu is een trainer die je nooit te veel hoort schreeuwen. die nooit gekke dingen doet. die de scheidsrechter niet eruit schelt. Philippe Cocu is een trainer zoals een trainer hoort te zijn: zijn elftal goed voorbereiden. waardig naar buiten en nooit schelden op anderen. Philippe Cocu is de terechte trainer van de terechte kampioen. Toen het vorig jaar wat minder ging met PSV, na die grote voorsprong, hoorde je heel veel mensen zeggen: Philippe Cocu is niet geschikt. De directie van PSV moet Philippe Cocu ontslaan. Maar de directie was niet gek. Die zijn er elke dag en die zagen hoe Philippe Cocu werkte met zijn ploeg. En volkomen terecht lieten ze zich niet gek maken en handhaafden ze Philippe Cocu als trainer. Dus dit kampioenschap van PSV is ook te danken aan de vastberadenheid van de directie van PSV door zich niet gek te laten maken.